Welkom bij It's Learning. Dit is de eerste screencast die ik maak. Ook de eerste screencast voor jullie. It's Learning is een leeromgeving voor leerlingen. It's Learning is een website. Nou ja, eerst maar eens die website voor ons neus. Ik zit hier op itslearning.nl. Kun je hier zien. Maar daar moeten we niet zijn. Je start in ieder geval je browser op. Ik heb Flock. Het kan ook Chrome zijn van Google. Of Firefox of Opera. Internet Explorer natuurlijk. Of de phone. Eerst gaan we naar oosterlicht.nl. Kijk, daar heb ik hem. Enter. Wachten natuurlijk dat hij opgericht is. Oosterlicht.nl. Wij zitten in locatie Vianen. Met andere woorden, klik op Vianen. De meeste die het gebruiken zijn leerlingen. Ik ben een leerling. Klik erop. Nou, als je het gedaan hebt, heb je hier It's Learning. Hup. Er start een nieuwe site op. En dat is de goede site. Die moet je hebben. Hier bovenaan. itslearning.com. Dan een hele hoop reut erachter. Je kunt ook rechtstreeks naar itslearning.com gaan, maar dan moet je hier Oosterlicht College intypen. Of typen, uitzoeken. Er zijn heel veel scholen. Het is een internationale site. Dus er zijn heel veel scholen. Uit Frankrijk, Noorwegen enzovoort. Wij zitten op het Oosterlicht College. Die klik je als eerste aan. Dan typ je hier je gebruikersnaam in. Voor docenten is dat een afkorting. Voor leerlingen hun gebruikers, hun leerlingnummer. Hebben ze. Leerlingnummer die ik aangemaakt heb voor vandaag. 1, 2, 3, 4, 5. Een niet bestaande leerling dus. Ik typ een wachtwoord in wat ik gekregen heb van mijn mentor. Daar krijg je hier wachtwoord van. Als het goed is. Het wachtwoord bestaat uit minstens 7 tekens. Die 7 tekens, dat mogen er ook meer zijn. In die 7 tekens moet er minimaal 1 cijfer in zitten, minimaal 1 hoofdletter in zitten en minimaal 1 kleine letter hebben. Leestekens zijn ook mogen ook gebruikt worden. Maar het moet minimaal 7 tekens, waarvan 1 cijfer, 1 hoofdletter en een kleine letter. De rest maakt niet zoveel uit. Nog iets. Het mag niet je eigen naam zijn, niet je achternaam of je voornaam dus. Nou, eens kijken of het werkt. Kijk, heb je de goede login gekregen? Dat is de login die je 1 keer gebruikt. Daarna moet je je e-mail of je wachtwoord veranderen. Maar voor we zover zijn, krijg je eerst dit scherm. Dat is het eerste scherm. Voor optimaal gebruik te maken van It's Learning raden wij u aan hier uw voorkeur in te voeren. Kom je helemaal niet uit Nederland, maar kom je uit Noorwegen of ben je eigenlijk Italiaans, dan kun je hier voor een andere taal kiezen. Ik zou er zelf niet aan moeten denken, ik ben gewoon Nederlands, dus ik geef Nederlands in. Ik geef een e-mailadres in. Doe ik nu niet. Het is een situatie. Maar doe ik maar wel. Zo, ik noem maar iets. Info, apenstaartje, bla, bla, gmail.com. Je hebt al in de gaten. Dat is geen bestaand e-mailadres. Jij vult hier jouw e-mailadres in. Het e-mailadres wat je zelf gebruikt. Het e-mailadres dat je graag gebruikt. Krijg je dit scherm niet voor je neus? Dan hebben jouw ouders een e-mailadres ingevoerd. Dat e-mailadres heeft hij dan automatisch hier ingezet. Het kan zijn dat het jouw ouders een e-mailadres is. Op zo'n geval moet je je e-mailadres straks wijzigen. Zodat je op je eigen e-mailadres kwijtkomt. Een ander geval. Je hebt helemaal geen e-mailadres. Dat kan ook. Mag je van je ouders geen e-mailadres aanmaken,
dan krijg je, dan kun je bij ICT op school een e-mailadres aanvragen. En dan krijg je er gewoon een. Dat e-mailadres zal er waarschijnlijk zijn je gebruikersnaam @oosterlicht.com. .nl, sorry. Nog een keer. Je gebruikersnaam @oosterlicht.nl. Je gebruikersnaam is je leerlingnummer. Nou, opslaan. Dan kun je verder. Wachtwoord wijzigen. Ik heb het niet al aan. Kijk, ik moet een nieuw wachtwoord ingeven. Ik maak een. Hou er rekening mee. Dit wachtwoord moet je zelf aanmaken. Daar mogen dus weer die 7 tekens, weer een hoofdletter, weer een kleinletter, weer een cijfer en niet je eigen naam. Ik hoop dat ik een goede naam. Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen. Oh, ja, dat kan ook overkomen. Nog een keer. Tjoe, dit gaat lang duren. Zeker als ik het 4 of 5 keer apart doe. Ze komen overeen. Nu kijk ik of ik het mag gebruiken. Ja. Ik zal geen typfout gemaakt hebben. Nou. 3, 2, 1. En klaar. Ik ben leerling. It's learning. Dat is mijn introductie. Zo kom je voor de eerste keer in It's Learning. Dankjewel. En je krijgt nog wel een keer een andere screencast. Tot de volgende keer.